Goedemiddag allemaal. Ik ga wat vertellen over het bedrijf en het product Paul V. Is het nog te zacht? Ja? Ja. Kan ook. Dus de essentie van ons product is heel simpel. Hij kan rijden en kan vliegen. Daar kunnen we vrij kort over zijn. Als je kijkt naar de geschiedenis van de vliegende auto, dan is eigenlijk die droom is eigenlijk al heel erg oud. Dus als je de Ford heeft al een ambitie gehad, ergens rond 1920, de Ford Volante. Er zijn allerlei ontwerpen geweest in de afgelopen jaren. En er zijn zelfs websites die de verzameling laten zien van alle pogingen om tot een vliegende auto te komen. En ik heb hier bijvoorbeeld een uitdraai van een tijdschrift van 1933 en 1935. Dan zie je die titel, The Flying Automobile is Here. Dat is Just Around the Corner. En toen dachten ze al van nou, dat gaat binnenkort gebeuren. En ondertussen zijn we natuurlijk heel veel jaren verder en het is eigenlijk nog steeds niet. Paul V, het bedrijf is gestart in 2008, in maart 2008, toen nog maar met een paar mensen. We worden ondersteund door iets van 100 investeerders. Locatie is Raamslongsveer, vlak boven Breda, en we hebben ongeveer 60 medewerkers. Waarvan het overgrote deel zit in research en development. Een paar zitten meer in de commerciële tak. Als je kijkt naar ons product, dan is de essentie is eigenlijk dat het een combinatie is van een driewieler. Dus een auto met drie wielen, samen met een gyrocopter. En een gyrocopter het lijkt een beetje op een helikopter. Het is een rotor die de lift veroorzaakt. Maar het grote verschil met een helikopter is dat er bij een helikopter gaat een motorpower naar de rotor toe. En bij ons zit dat niet zo. Dus wij drijven een propeller aan. Dus achter het voertuig zit een propeller. Die duwt het voertuig naar voren. En de rotor die draait vrij. Dus die draait doordat hij een klein beetje naar achteren staat. En doordat je voorwaartse snelheid hebt, blaast er wind door die rotor. Die gaat uit zichzelf draaien, net als een windmolen. En doordat hij dus als een windmolen begint te draaien, geeft hij dus lift. Dus de rotor is eigenlijk relatief simpel. Het is gewoon een lager. Er zit geen aandrijf als op. En de propeller die duwt hem naar voren en daardoor kan die vliegen. Nou zijn we natuurlijk een driewieler en driewielers hebben altijd een groot risico dat de stabiliteit niet goed genoeg is. En je mist toch een wiel, dus hij kan omvallen in de bocht. En daarvoor hebben wij een regeling verzonnen die eigenlijk gebaseerd is op een regeling van de Carver. Ik weet niet of jullie dat voertuig nog kennen. Dat is ook een driewieler die scheef hangt in de bocht. En de principes van die regeling hebben wij toegepast in ons voertuig. Alleen een klein beetje anders. Dus wij zijn breder dan de Carver. Wij hangen ook veel minder hangen we door in de bocht. Ik heb hier een animatie van wat er gebeurt als je alleen al de rol van het voertuig tot ongeveer nul terugbrengt. Dan zie je al gelijk wat een enorme verbetering in stabiliteit dat geeft. Nou doet hij dus toch niet. Hoe klik ik op het... Dus nu is de rol is tot nul teruggebracht. Dan legt hij eigenlijk heel strak op de weg. Het grappige is dat dit is een... laten we zeggen een simpele animatie, maar er zit toch best wel veel rekenwerk achter. Dus het is best wel een realistisch model wat er achter zit. Het voertuig zelf, het is twee personen naast elkaar. Het maximaal gewicht is 910 kilo, dus je mag met 910 kilo mag je vliegen. Leeg is die 660 kilo. En dat is eigenlijk heel erg laag als je meeneemt dat er een rotor op ligt van ongeveer 80 kilo, een staart van ongeveer 20, dus als je het allemaal vanaf trekt. En je vergelijkt het met wat auto's wegen, dan is het echt een super licht autootje. En wij hebben er ook echt heel erg veel engineering tegenaan moeten gooien om dat gewicht te bereiken. Dat is vrij extreem. Hij kan vliegen tot 180 km per uur. Kruissnelheid is 140. Maximale rijsnelheid is 170. En de rotor is 10,6 meter breed. Dat is de diameter. En bestaat uit twee bladen. Nou, als je nou kijkt naar een paar hoofdeigenschappen van het voertuig, dan is de buitenkant is geheel van koolstofvezel. Het moet natuurlijk licht zijn. We hebben een enorme hoogteverstelling tussen rijden en vliegen. Dus dit is de rijstand. In de vliegstand staat die aanzienlijk hoger. Dat doen we om de propeller vrij te maken.
Er zit een crashbestendige brandstoftank in. Dus die brandstoftank, die kan je van 15 meter helemaal vol met benzine kan je hem laten vallen. En dan nog steeds, dan legt hij geen druppel benzine. Dus dat is best wel een sterk ding. Er zitten twee vliegtuigmotoren in, een vouwbare propeller, een uitschuifbare staart en een speciale versnellingsbak. Omdat die versnellingsbak die moet natuurlijk de propeller aandrijven bij het vliegen. En bij het rijden dan brengt hij dus de kracht van de motor brengt naar de wielen. De rotor is vouwbaar. Daarnaast is het natuurlijk zo dat, alhoewel wij vliegtuigmotoren gebruiken, zitten wij op de weg. En als je wil rijden, dan moet je aan de emissie-eisen voldoen. En die emissie-eisen zijn heel erg streng. En die eisen die bestaan eigenlijk niet voor vliegen, maar die bestaan wel voor rijden. Dus we hebben allerlei maatregelen moeten toepassen, die ook in auto's zitten, om dus de emissie-eisen te halen voor de weg. Hoe vliegt zo'n ding nou? Dus dit is een kleine animatie van de vergelijking met van een kleine gyrocopter met ons toestel. En het enige echte grote verschil is dat die wat stabieler is. Oh, even terug. Oh. Dit is eigenlijk dezelfde aanvliegmanoeuvre. Dus dat lijkt er heel erg op. Dus wat je doet eigenlijk, je hebt eigenlijk altijd voorwaartse snelheid. En op het allerlaatste moment dan kantel je de rotor wat naar achteren, waardoor die extra lift begint te genereren. En dan gebruik je die energie om heel rustig neer te kunnen zetten. Dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat heb je daar nou aan? Hè? Wat is nou het grote voordeel van rijden en vliegen in één voertuig? En de grote benefit die zie je eigenlijk pas als je het vergelijkt met de hedendaagse oplossing om vliegen te gebruiken als een soort vervoersoplossing, hè? Dus vliegen als mobiliteit. Niemand doet het. Vliegen is vooral, tenminste kleine luchtvaart, is vooral vermaak, hè? Dus recreatievliegen. Bijna niemand gebruikt het echt als vervoersoplossing. En dat is heel handig duidelijk te maken met zo'n typische vliegcase. Dus stel je voor, je wil ergens in de buurt van Arnhem zijn of iets dergelijks. Je woont in Bergen op Zoom. Dan rij je naar Seppen, naar Breda International Airport met je auto. Je auto staat daar. En de volgende stap is dat je dus je vliegtuig uit die hangar moet halen. Nou, dat is op zich al geen pretje. Dat mag niet zo. Als je iets beschadigt, dan ben je enorm de sjaak. Dan mag je niet meer vliegen. En een ander toestel mag ook niet meer vliegen. Dus dat is al direct een demotiverend gebeuren. Vervolgens vlieg je dus naar een luchthaven of een stripje bij Arnhem. Dan staat je auto staat daar nog steeds, bij Breda. Je vliegtuig staat in de buurt van Arnhem. Maar daar hoef je natuurlijk niet te zijn. Dat is alleen een strip en waar je wil zijn is natuurlijk ergens anders. Dus vervolgens moet je dus een taxi gaan regelen om vanaf die strip te komen op de plek waar je moet zijn. Nou, dan ben je al een hele tijd verder. En dan heb je je vergadering en die vergadering duurt wat langer dan verwacht of het weer is veranderd. En dan zit je, want je mag in het donker mag je niet vliegen. De meeste mensen mogen niet in het donker vliegen. En als het slecht weer is kan je al helemaal vergeten om terug te vliegen. Dus dan zit jij daar in de buurt van Arnhem of Apeldoorn. Je vliegtuig staat bij Arnhem. Je auto staat in Breda. En dan moet je dus een taxi, trein, taxi pakken om thuis te komen. En de volgende dag dan moet je alles weer gaan verzamelen om het weer bij elkaar te brengen. Nou, dat werkt gewoon niet. En dat proberen wij dus op te lossen door gewoon nooit iets achter te laten. Ja, dus op die manier verschaffen we eigenlijk een soort vrijheid voor onze klanten natuurlijk. Doordat ze niks achter te laten, om niks achter te laten, voorlopig transportatie is altijd geregeld. En daarmee kunnen ze ontsnappen aan eigenlijk het drukke bestaan op de weg of het drukke bestaan in de trein of dat soort zaken. En dat is dus de vrijheid die wij dan aan onze klanten proberen te geven. Een paar sfeerplaatjes. De parkeergarage. Een belangrijke vraag die we heel vaak krijgen, hoe certificeren jullie nou zo'n ding? Want dat ding moet natuurlijk rijden en moet vliegen. De wereld van het vliegen en de wereld van het rijden, die twee werelden die zijn totaal verschillend. Die hebben helemaal niets met elkaar te maken, die draaien gewoon op zichzelf. En dat betekent eigenlijk dat als je dus een toestel wil maken wat beide kan, dan is het makkelijkst om je gewoon aan beide werelden te houden en niet die communicatie proberen op gang te brengen. Want dat is natuurlijk een hele zware opgave. Dus onze stelregel is eigenlijk heel simpel. We proberen aan de regels voor het rijden en de regels voor het vliegen tegelijkertijd te voldoen.
Voor het rijden is dat een klasse, dat is de zogenaamde L5EA-klasse, de driewielerklasse. En voor het vliegen is het de zogenaamde EASA CS27. En dat is eigenlijk een helikopterklasse waarin we certificeren. De uitdaging, de technische uitdaging. We zijn natuurlijk hier op een Kiwi-bijeenkomst, dus we moeten ook een beetje over de techniek praten. Als je dan kijkt naar die uitdagingen, dan zijn er echt heel veel. Om een auto te ontwikkelen heb je heel veel uitdagingen. Om een vliegtuig te ontwikkelen heb je heel veel uitdagingen. Stop ze bij elkaar. En je krijgt een enorme set van nieuwe uitdagingen die te maken hebben met die combinatie. En wat ik wil doen vandaag is gewoon eentje pakken. Dus ik wil gewoon eentje pakken die en dan in dit geval te maken heeft met de combinatie. En ik had er eigenlijk honderden kunnen pakken, maar daar hebben we gewoon de tijd niet voor. En degene die ik wil pakken is het toepassen van een vliegtuigmotor in een auto. En als je een vliegtuigmotor in een auto zet, dan zou je denken van dat moet simpel zijn, dat een motor is een motor. Nou, dat blijkt toch een beetje anders te zijn. Hier links zie je zo'n vliegtuigmotor. Hartstikke licht, hartstikke sterk, kan voortdurend op 6000 toeren lopen. Dus een hartstikke robuust motortje. In een vliegtuig drijft hij via een kleine versnellingsbak drijft hij rechtstreeks de propeller aan. Dan zou je denken, zet daar een versnellingsbak achter en je kan rijden. Nou, dat is natuurlijk wat wij geprobeerd hebben. Het eerste wat je tegenaan loopt is dat vliegtuigmotoren die draaien altijd hard. Ja, dat toerental is hoog. En in automotoren heb je natuurlijk een laag stationair nodig. Je wil file kunnen rijden, je wil een motor kunnen terugbrengen tot iets van 800 tot 1000 toeren. En dat lukt je niet met zo'n vliegtuigmotor, die slaat dan gelijk af. Dus wat doe je dan? Net zoals iedere autofabrikant, dan zet je er een vliegwiel op. En alle automotoren hebben om die reden hebben een vliegwiel. Dat is die grote stalen schijf daar, die op die motor gemonteerd zit. En dat vliegwiel verschaft heel veel inertia. En door die inertia kan die dus die compressieslag kan die opwekken en kan je een heel laag stationair toerental halen. Alle automotoren hebben een vliegwiel, geen enkel vliegtuigmotor heeft zo'n ding. Dus dat is wat wij ook gedaan hebben. We hebben die vliegtuigmotor gepakt, we hebben er een vliegwiel opgezet. En daarmee hoopten we dus direct een laag toerental te kunnen genereren. En hier zie je zo'n foto van zo'n opstelling. Dus rechts is de vliegtuigmotor, hier zie je nog het vliegwiel. De rest is een testopstelling om de motor onder belasting te kunnen testen. Is eigenlijk de vliegtuigmotor is ook een automotor geworden. En hoop je eigenlijk dat je ermee klaar bent. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. It operates in a four-stroke mode. This kind of engine has four cylinders mounted in a straight line. Als je dus kijkt naar dit simpele model van een automotor, dan zie je dus die zuigers die op en neer gaan, die een kracht uitoefenen op die krukas. En dat gebeurt dan zo'n 100 keer per seconde. Dus 100 keer per seconde worden die zuigers worden versneld. En dat leidt tot enorme krachten. Je moet denken aan iets van 300 kilo, wat dus aan die zuiger trekt en iets later 300 kilo wat op die zuiger duwt. En die krachten, dat staat op en neer, op en neer, op en neer. Dat geeft dus enorme belasting op die krukas. Nou, dat is op zich nog niet zo erg. Waren het niet dat die krukas die bestaat uit allemaal stukjes massa. Dat is dus allemaal staal. Allemaal stukjes massa. En die massa is niet oneindig stijf. Die massa heeft een zekere elasticiteit. Hè. Dus je kan het eigenlijk zien als een soort serieschakeling van allemaal veren en massablokjes. Je kan je voorstellen als je zoiets hebt. Zo'n gedistribueerd massa-elasticiteitssysteem en je gaat er allemaal pulserende belasting op zetten, dat er iets raars kan gebeuren. En dat gebeurt ook. Als je daar een vliegwiel op zet, dan zie je eigenlijk dat er een soort trillingsmode ontstaat die een knoop heeft precies bij het vliegwiel. Als je dus een knoop hebt precies bij het vliegwiel, dan gaat die dus resoneren. En dan is de motor een hele korte tijd stuk en dan krijg je dus een breuk in je krukas. Nou, daar liepen wij dus tegenaan. Dus zijn we begonnen met het maken van een meterstelling om die krukastrillingen te meten. Wat dit oscilloscoopbeeldje laat zien, is het koppel in de motor. Dus dit is vlak voor het vliegwiel, is het koppel gemeten wat er staat. En als je... We gaan nou het toerental van de motor gaan verhogen. Dit is 4000 toeren. Dus de middellijn is eigenlijk nul koppel. De eerste stippellijn is 100 Newtonmeter. 4800 toeren,
5000. 5200. Ja, en hier zijn we gestopt. Dus wat je nu ziet is dat het gemiddeld koppel, dus als je hier het gemiddelde van pakt, is eigenlijk het koppel van de motor. Dat is iets van 100 Nm, 130 Nm. Dus dat is een redelijk laag getal. Maar je ziet dat de pieken, dat die dus honderden Nm groot zijn. Ja, daar kan die kroeikas dus niet tegen. Dus daar moet je iets mee. Dus dat was echt wel een groot probleem. Een van de problemen. Nou, daar hebben we een oplossing voor bedacht. En die oplossing is in deze auto gebouwd. Dus dat is een Porsche 924, denk ik. Als je dus deze auto ziet rijden, dan zit daar dus een vliegtuigmotor in. Een RDW goedgekeurde vliegtuigmotor. Met deze maatregelen om dus die krukastrillingen te voorkomen. En dat ding heeft nu al zo'n 100.000 kilometer erop zitten. Dus de oplossing werkt goed. En dit is gewoon een voorbeeldje van al die dingen waar wij tegenaan lopen als bedrijf om een auto en een vliegtuig te combineren. Dus gewoon een voorbeeldje. Oké, dat was mijn verhaal. Hartelijk dank. Hartelijk dank, Mike Stekelenburg. Er zijn ongetwijfeld vragen. Tenminste. Ja. 1, 2, 3. Ik ben benieuwd hoe hoog je kan vliegen met de auto. Met de... Je kan, welke hoogte kan tot iets van 4 kilometer. 4 kilometer. Ja, dus 4 kilometer, dan op een gegeven moment klimt hij niet meer, omdat de lucht te ijl wordt. En het is ook niet zo leuk om zo hoog te vliegen eigenlijk, want dan beweegt het allemaal zo langzaam. Ja. Wij zijn ook inwoners van Raamsdonksveer. Wanneer is de take-off in ons dorp? Ja. We hebben wel een keer een gesprek gehad met een boer in de buurt om een strip te starten. Maar op dit moment vliegen we nog vanaf Gilserijen. Was hier ook een vraag, meneer. Mijn vraag is eigenlijk, hebt u nou die krukasmotor erin, gewoon een benzinemotor, of die vliegtuigmotor erin? Nee, er zit een vliegtuigmotor in. Maar er zit dus een vliegwiel op, inclusief maatregelen om dus die trillingen te voorkomen. Maar het is een vliegtuigmotor, die zijn gecertificeerd. Nee, het is geen turbinemotor. Nee, dat komt eigenlijk omdat turbinemotoren qua emissies nog niet goed genoeg zijn. En die moeten eigenlijk altijd op hoog toertal lopen. En dat gaat eigenlijk niet voor de weg. Ja, mijn vraag is, hoeveel lawaai maakt hij? Krijg je er last van? Als een auto is het gewoon een auto. Dus dat valt reuze mee. En als vliegtuig is het vergelijkbaar met een klein vliegtuigje. Dus het is een propeller, hè, dus je hoort de propeller hoor je draaien. Dus het is, je hoort hem wel. Dat is zeker zo, ja. Als auto is het gewoon een auto. Ja. Het is gewoon een schokdemper, een uitlaatsysteem op en dat soort zaken. Ja. Meneer, kom zo bij u. Ja. Het is misschien een beetje een vervelende vraag, maar heeft u al eens gedacht om daar een elektromotor in te zetten? Ja, dat hebben we zeker. Ja. Dus de vraag krijgen we best wel vaker van hoe ziet nou jullie pad eruit om te komen tot een groene, emissievrije of zogenaamd emissievrije oplossing. En dat kan gewoon. Dus zodra batterijen iets van 400 wattuur per kilo zijn, dan kan je er een variant maken die iets van 100 kilometer kan vliegen. En dan nog veel verder kan rijden. Dus dat is dan, qua gewicht is het ook nog steeds oké. Okay. Dus dat kan. Het staat ook bij ons in de roadmap. Wij denken eigenlijk wel een tussenstap te maken met een hybride variant, waarbij je elektrisch rijdt en vliegt met een turbinemotor. Want dat is dan eigenlijk toch, dan kan je nog steeds 400 kilometer vliegen. En in de stad kan je dan elektrisch rijden. Dus we zien een tussenstap naar een volledig elektrische variant. Ja. Mooi, meneer. Geeft dat vliegwiel geen problemen bij het vliegen, want anders zou vliegtuigmotoren dat ook hebben. Sorry? Geeft het vliegwiel geen problemen bij het vliegen, want anders zouden vliegtuigmotoren ook zo'n vliegwiel kunnen hebben. Ja, nee, het geeft geen problemen omdat we dus een oplossing hebben bedacht waarbij dat vliegwiel niet hard meer aan die krukas vastzit. Dus dat je zou zo'n vliegwiel, dus in de vliegstand, dan draait dat ding gewoon mee. Ja, dus het geeft geen problemen. Nee. Maar als vliegtuig heb je niet nodig, hè? Omdat de propeller altijd zo hard draait dat die blijft wel aan de gang. Ja. Yes, meneer? Wat is de bedoeling dat dit vliegtuig hier goed verkocht zal worden in het forensisch verkeer? Want daar heb ik dit met sportvliegtuigen en geen combinatie, maar in de oostkust van Amerika, rond Jersey, heb ik het gezien. Dat is een waanzinnige drukte wordt dat op de
in de lucht, zou ik maar zeggen. Wat is uw prognose van dan? Waarom wilt u dit? Ja. Dank u wel. Dat zijn een paar vragen in één, maar een beetje gewetensvraag ook. Dank u wel. Dus als je kijkt naar de aantallen die wij van plan zijn om te verkopen, dan is dat rekenen we op ongeveer iets van 1000 toestellen per jaar. De installed base van vliegtuigen is 300.000 stuks. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat wij in 20 jaar tijd iets van 6% daarvan uitmaken. Dus het is niet zo dat wij nou heel erg de drukte gaan vergroten of zo. Dat valt wel mee. Voor een deel vervangen we zelfs toestellen. Ja. Nou, wat we zien is dat we hebben allerlei klanten. Sommige zijn institutioneel. Sommige zijn privépersonen. En je ziet mensen die een ding gewoon kopen eigenlijk voor de fun. Dus gewoon voor af en toe eens een keer een vakantiereisje. En je hebt ook mensen die inderdaad een forense oplossing hebben. We hebben echt allerlei motieven om zo'n ding aan te schaffen. Ja, deze meneer, misschien de laatste. Ik vroeg me af hoe crashbestendig het voertuig is. Zowel als voertuig en als helikopter. Want dat zijn meestal juist ook de aspecten die voor een grote gewichtstoename zorgen. Ja, dat is zo. Ja, dus wij hebben een aantal maatregelen doorgevoerd om hem als auto redelijk crashbestendig te maken. We kunnen niet het niveau halen van een auto. Dat is onmogelijk, maar er zit dus bijvoorbeeld een buizenstelsel aan de zijkant wat doorloopt helemaal voorin. Om dus wat crashbestendiger te maken. We hebben een enorme hoogteverstelling tussen rijden en vliegen. En dat geeft het landingsgestel eigenlijk een buitengewoon absorptievermogen. En dat kom je eigenlijk in vliegtuigen niet tegen. We hebben eigenlijk van ons nadeel een benefit gemaakt. Dus ons achterlandingsgestel kan 40 centimeter inveren. En dan is het nog niet helemaal op. Dus wij kunnen. In principe is het zo dat als je motor uitvalt en je doet helemaal niets. Hè, je doet gewoon dit en je laat hem gewoon op de grond komen. Dan nog is er niks aan de hand. Dan heb je wel een flinke servicebeurt, maar er is niks aan de hand. En je hebt een servicebeurt omdat wij eisen dat er een servicebeurt is. Er is in feite, er is dan olie uit, maar er is niks stuk. Dus het is, dus als auto zitten we niet op het niveau van een Tesla of zo. Dat is gewoon onmogelijk. Maar als vliegtuig zitten we eigenlijk best wel goed. Ja. Ja. Wauw. Ja. Mooi. Mike Stekelenburg, mag ik u heel hartelijk danken. En veel succes met de verdere ontwikkeling van de Paul.